luisteraars, het was kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Sanne en vandaag is mijn verjaardag. Ik ben 9 mei, ben ik jarig, het is 9 mei dus. En ik ben vandaag 15 geworden. En mijn moeder vond het leuk om mij een beetje voor de gek te houden. En die zei, we gaan op je verjaardag je oxport halen en zo. En, maar ja, toen kwam ik beneden en stond deze grote doos beneden op de bank. En ja, de doos is zwaar. En wat zal er dan in zitten? Nou, dat gaan we nu ontwikkelen. Ik heb hem helemaal open gemaakt. Hij is super zwaar, dus ik ga hem even op de grond uithalen. Oké. Hou ik even uitkomen. Hij is al super zwaar. Hij is roze. Volgens mij. Ja, hij is roze, ja. Wauw. Dat weet ik al. Ik heb hem al opgezeten. En. Oké, ik zal hem even aan de kant doen. En ik ga hem even op de grond unboxen, want hij is best zwaar. Oké, hij staat hier nou op de grond. Nou, wat er bovenin in zit, is gewoon de oplader. Van mijn oxford. Die is nu al warm. En nu gaan we de oxford uitpakken. Dit is de oxford. Hij is dus. Welke kleur roze was die, mama? Roze. Ja, maar je hebt ook metallic roze. Nee, dit is niet metallic, gewoon roze. Dit is gewoon roze en geen metallic. Ik wou eerst metallic. Maar dat is, dat beschadigt me meer. Maar ik zal hem even omdraaien. Nou, ik zet hem dan aan. Ik heb hem al een klein beetje laten opladen. Zo, hij doet het. Ik ga even de terug doen. Kijk. Dat is lol wat het geluid erin zit. Maar ik draai even de camera om en we gaan er even op. Hij staat dus al aan. Ik ga erop. En het is echt een superleuk ding. Hij is alleen een beetje duur, dat wel. Maar ja, hij kan ook best snel. Ik heb er weer een beetje rotsen van gemaakt. Maar de oplader moet ik even hebben. Want de oplader die moet ik gewoon er weer in doen. Wow, ik heb er iets met de oplader. Nou, ik kan hem in de stopcontact doen. Want ik ga hem zo meteen opladen, want hij is natuurlijk niet helemaal opgeladen. En ja mensen, ik heb het gehoord, als hij echt leeg is, dan moet je hem pas in de oplader doen. Maar hij is nog nieuw, dus daar kan hij wel niet tegen op zich. Ik ben nu rondjes aan het draaien. Ik ga een leuk trucje doen. Ik heb hier de oxford. En jullie kennen denk ik het trucje wel van Enzo Knol. Als jij zijn broer niet kent, oké. Moet je even op zijn kanaal kijken. Oké. Ik moet er even goed op gaan zitten. Oké, ik ben niet helemaal veilig nu. Er zit een muur achter me. Oké. God. Maar ja. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Deze kleine unboxing van mijn oxford. Die daar ligt. En ja. Vond je deze video leuk? Doe dan even een blauw duimpje zeker omhoog. En abonneer zeker op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer gewoon weer.